Nou, nu hebben we gezien dat de tegenstander dus inderdaad niet de zwarte bal direct heeft kunnen raken. Waardoor ik een bal moet kunnen verliezen. Of het moet net doen. En of inderdaad in de pocket is gekregen zodat hij heeft gewonnen. Maar hij is wel bewogen, dus nou ja, goed. Nu gaan we dus een nieuw spel opzetten weer. Zodat ik dan mijn eigen verdediging weer kan opzetten. En dan gaat de tegenstander weer op zijn eigen verdediging opzetten. Dus ik pak al mijn ballen. En dan zet ik op een bepaalde manier neer, zodat ik denk van nou, dat zal inderdaad wel lastig voor hem worden. Zodat ik mij raak. Nou, dat deed van hem dus ook. Nou, overigens, de bal waar hij terecht komt, die mag niet bewegen. De zwarte bal blijft gewoon waar hij uitrolt. En daar moet je dan ook inderdaad je defense, zal ik zo maar zeggen, opstellen. Dat geldt ook weer daar hiervoor. Nou, hiervoor gaan we ook precies hetzelfde doen. Nee, de kleurbal is nu aan de beurt. En die moet ervoor zorgen, vanaf zijn punt, dat hij inderdaad mag draagt. Dus, nou goed, ik ga even kijken. Ik kan hier een zwarte linie nemen. Misschien hier. Ik ben één bal kwijt. Wat gebeurde er? De zwarte bal is niet eens geraakt. Ja, de kleur 4 is niet geraakt. Dat betekent nu dat ik één bal weg moet doen. En dan beginnen we weer opnieuw. En dan komen we straks weer even terug op de volgende uitleg van het spel. Of zullen we even een potje spelen om te laten zien hoe het nou gaat. Tot zo.